Om anesthesie te doen in het ziekenhuis moet je wel het juiste hout gesneden zijn, omdat de complexiteit, dan wel de verantwoordelijkheden die daarbij komen kijken, best wel hoog kunnen zijn. En je moet goed met werkdruk kunnen omgaan. Wij werken binnen dit ziekenhuis op allerlei afdelingen. Het kan op de spoedeisende hulp zijn, maar ook hier op het OK-complex, waarbij heel veel verschillende soorten specialismes aan bod komen. Dus dat maakt wel dat alle dagen die we in de week werken allemaal verschillend zijn. Er zijn meerdere ziekenhuizen in Nederland die samenwerking hebben met Defensie, waarbij personeel van de intensive care, spoedeisende hulp, voor Defensie mogen gaan werken als militair. Dus het werk wat ze in het ziekenhuis doen, kunnen ze dan ook voor Defensie gaan doen, bijvoorbeeld oefeningen en uitzendingen. Ja, ik krijg er gewoon een kick van als we op een operatiekamer bezig zijn en dat er gewoon echt een grote complicatie tijdens de operatie ontstaat. En als we niks doen, dat de patiënt gewoon doodgaat. Ik ga voor dynamiek en uitdagend werk.